Schat, dit gaat niet goed komen. Nee, want ik heb dat sap nodig. Enzo, ik heb dat sap nodig. Doe het nou normaal. Knolpower. Hallo dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en we zijn weer heel erg vroeg op vandaag. Niet alleen om Deen naar school te brengen, maar hier in deze nieuwe woning moet weer even gewerkt worden. Want morgen wordt mijn kantoor, oftewel mijn knolhol, een prachtige naam nog steeds verzonnen door jullie toffe kijkers, geverfd. Helemaal wit. Want dit is nog steeds een beetje oranje, net zoals de andere kamers. Maar de schilder die heeft wel gewoon zijn ruimte nodig. Dus alles wat hier staat aan kasten en helemaal aan deze kant, oh mijn god. En dan ben ik ook nog eens alleen. Moet ik allemaal zien te verplaatsen. En nu is het zo dat deze kast en een kast verderop van twee slaapkamers gaan we allebei op internet zetten om te verkopen. Alleen die kleine kast, die staat al in de schuur beneden. En deze grote kast kan er niet bij, want dan ga je het sowieso door de war halen. Dus ik zit eraan te denken om deze hele kast in de woonkamer te leggen. En dan moeten we het later nog maar een keertje verplaatsen naar beneden. Maar dat is niet anders. Ik ben alleen een beetje bang. Kan ik dit tillen? Het ziet er een beetje zwaar uit, dit. Oh! Nou, als ik het met één hand kan, dan kan ik het sowieso tillen. Om het even wat gezelliger te maken, doe ik even een nummer aan. My cell phone, yeah. Geen idee wat ik aan het doen ben. Ik ga beginnen. Het is vroeg. Deze zijn bij far echt wel het zwaarst. En meteen het meest lomp. Dus ik kan die bochten hier zo niet heel goed maken. Maar ja, het zou toch moeten. Heel erg proberen voorzichtig te doen. En als ik de muur raak hier is het niet zo heel erg. Want dat wordt nog geverfd in de hal. Maar als ik die deuren raak, ja, dat is natuurlijk echt balen. Is gelukkig nog niet gebeurd. En dat wil ik ook graag zo houden. Even stofzuigen. En deze mat, hè, dat is echt niet normaal hoeveel stof hier vandaan komt. De hele tijd ben ik met rechts aan het stofzuigen. En toen dacht ik, waarom doe ik het eigenlijk niet met links? Want mijn rechterarm is ook mijn muisarm, dus ik dacht, nou laat ik ook wat kracht hiervan pakken. Dus ik pak de stofzuiger met links vast en geloof me, ik heb nu heel even geoefend, maar dat is zo raar. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je een voetballer bent en altijd met rechts schiet. En dan opeens dat de trainer tegen je zegt, schiet eens met links. En dat je echt zoiets hebt van, wow, dat kan ik gewoon amper. Moet je maar eens proberen als je eens aan het stofzuigen bent, om met je andere arm te gaan stofzuigen. Heel erg vaak blijf je dan ook haken en dan schiet het ding zowat in je buik. Maar ja, het is wel handig denk ik om het met beide handen te kunnen. Waarom? Ik heb geen flauw idee, moet je me niet vragen. Mijn auto heeft dorst. Dus dan ga ik hem maar eventjes geven wat deze bad boy wil. Ik noemde mijn auto zojuist een bad boy. En volgens mij ben ik niet de enige die zijn auto een naam geeft. Ik moet trouwens wel zeggen dat dit is de eerste keer. Of nou, ik heb het zo net dus twee keer gezegd. En nu voor de derde keer. Dit is een bad boy. Alleen, oh jeetje, klinkt zo fout. Heel veel mensen die geven hun auto gewoon een naam. Die gewoon echt autoliefhebber zijn. Die sparen dan heel erg lang en die hebben dan eindelijk de auto van hun dromen. En dan of hebben ze een kenteken met de naam erop. Dat komt echt zelden voor, moet ik zeggen. Of ze geven gewoon de auto een naam. Ja, ieder zijn ding toch? Oh.
Lekker. Mijn mama zei altijd, Enzo, je mag niet uit een pak drinken. Je mag niet uit een fles drinken. Want stel voor, er komt visite en die wil dan melk of die wil dan sinaas of cola. Dan moet je dat gewoon uit die fles halen waar jij met je mond aan hebt gezeten. Maar hier heb ik zoiets van, weet je wat, iedereen die hier over de vloer komt, zijn toch hele goede vrienden van mij. En de meeste van mijn vrienden beschouw ik gewoon als familie. En we drinken gewoon alles uit één glas. Ja, niet zo dat als ik met 6 vrienden zit, dat we met z'n allen met één rietje zo in zo'n glas alles leeg zitten te drinken. Dat niet. Maar je snapt wat ik bedoel. En stel voor, er is hier toch iemand waarvan ik heb zoiets van, fuck it, dan... Die persoon weet het toch niet. Maar nu durft nooit iemand meer wat te drinken bij mij. Die denken allemaal dat ik zo bij zo'n fles zo... Doe ik eigenlijk alleen bij melk. Dat is wel even handig om te weten. Dus neem nooit melk bij mij, want dan heb ik dit gedaan. Nu heb ik alleen geen koffie meer. En ja, ik weet het, ik heb een beetje clownsokken aan. Maar dan stappen we even over deze dozen. En dan gaan we even kijken. Tussen het fanmail, kijk, dat is 1. En dan... ga ik nog even op zoek, want volgens mij is er nog ergens wel één. Kijk, dit is een hele coole mok. Een cameralens mok. Dit zijn allemaal snoepjes voor Bumper. Oh, dat is gewoon een speeltje. Heeft iemand mij... iemand heeft mij Chinese tomatensoep gegeven. Echt shout-out naar jou. Wat is dit? Openhartig, gedurfde, verrassende vragen en uitdagingen. Met wie zou jij wel eens een beschuitje willen eten? Oeh. Lastige vraag, hele lastige vraag. Bert en Ernie. Ja, dat zijn toch wel, denk ik, een beetje mijn jeugdhelden. Daar zou ik wel een keertje mijn schuitje mee willen eten. Laten we eens even kijken. Volgens mij is de bedoeling van de vraag, met wie zou je wel eens een schuitje willen eten, van echt een soort van crush of zo. Eén iemand waar je heel erg verliefd op bent geweest. Of een model die je echt super hot vindt of zo. En ik zeg Bert en Ernie. Welkom in mijn leven. Waarin lijk jij op een van je ouders? Nou, ik hoop niet dat ik op mijn vader lijk, want dat is niet veel goeds. Even kijken. Oh, Enzo, wat gemeen. Ja, nou, hij heeft ook hele gemeene dingen gedaan. Noem 3 eigenschappen die iemand moet hebben voordat jij hem of haar een echte vriend noemt. Oeh, dat is pas een goede vraag. Jeetje, humor. Allerbelangrijkste. Vriendelijk. Echt heel erg vriendelijk. En positiviteit. Positief. Dat zijn wel echt 3 eigenschappen die denk ik al mijn vrienden hebben. Denk ik, weet ik zeker. Dit vind ik leuk, hè? Misschien moet ik hier een keer een video over maken. Dat ik gewoon al deze kaartjes ga pakken. Je wint 100.000 euro en moet dit met 1 iemand delen. Met wie zou je dit doen? Bert en Ernie. Oh nee, dat zijn er 2. Dit zou ik delen met opa. En dan zou ik echt op een jacht gaan zitten. En dan gewoon allemaal hoeren bestellen. En sigaren roken. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Ik zou dat delen met D. En dan, weet ik veel, koop ik een paard voor haar. Gewoon om haar te pesten. Vindt ze helemaal niet leuk namelijk. Op wie vertrouw je het meest? Nou, dat is D. Wat vond je de afgelopen week het meest indrukwekkende nieuws in de media? Nou, sowieso niet dat ik een huis heb gekocht. Jongen, dat is toch geen nieuws, man. Het is wel grappig, hè, dat ik vertel in mijn video's, in gewoon mijn vlogs, van, yo gasten, ik ga verhuizen in een appartement. En ik vertel helemaal niet van, hé, ik heb dat huis gekocht, of zoveel heeft het gekost, of weet ik veel. Dat vind ik helemaal niet interessant, en dat weten jullie ook. En geld maakt niet gelukkig. En als je ook kijkt hoe ik mijn leven leid, het is gewoon echt prima, echt perfect. Ik ben hartstikke blij en gelukkig. Welke persoon doet jou echt wat? En wat is dat? D. Die laat mij heel erg verliefd worden. Steeds elke dag opnieuw. Vervelend. Nee, dat is echt super lief. Kies een medespeler. Ik heb geen vrienden. Ik ben niet helemaal alleen. Nou, ik stop er wel mee hoor. Ik ga er vandoor met mijn koffie. En dan ga ik dit spelkaartachtig iets bewaren voor als er iemand hier ooit langskomt. En dan denk ik dat ik wel even een leuke video met die persoon ga maken, want het lijkt me echt lachen. Doe allemaal even een blauw duimpje omhoog als jullie willen. Ja, iedereen doet het altijd anders, hè. Je hebt blauw duimpje omhoog met echt dit helemaal zo. En je hebt ook mensen doen blauw duimpje omhoog, helemaal strak, zo. En je hebt ook mensen doen een blauw duimpje. Ja, dat is eigenlijk net hetzelfde. Sommigen doen zo. En de anderen doen zo. En de andere is zo of zo. Wat ben ik al aan het doen? Ja, ik heb geen idee. Ik heb echt een kop koffie nodig. Deetje die ligt even op bed boven. Die heeft een beetje buikkrampen, dus dat is naar. Nu wilde ik haar even verwennen en verzorgen. Maar ik weet niet hoe. Ja, kusjes. Dat is de medicijn, zegt ze.
Nou, hou ik ook echt een kusje van de prinses. Daar gaat mijn buikpijn niet weg van hoor. Hoe zijn ze er eigenlijk ooit op gekomen? En dat vind ik wel heel erg grappig. Is dat als kleine kinderen bijvoorbeeld vallen op hun knie. En hou mama, hou. En dan zegt je moeder of je vader van waar heb je pijn? En dan zegt het kind hier op mijn knie. Oh. Dan gaat mama even een kusje geven en is de pijn zo weer weg. En dan geeft ze een kusje op en dan, kijk, is weg hè. En dan zeg ja, dank je mama, dank je. Jongen, die pijn is er nog steeds. Je wordt gewoon helemaal misleid door je eigen moeder. Maar toch werkt het. Toch werkt het. Dat is gewoon de kracht van moeders. Denk ik. Het is natuurlijk gewoon super slim. Zo'n kind die kan denk ik nog niet genoeg nadenken. En erbij stilstaan van hé, dat helpt eigenlijk helemaal niet. Dus vandaar dat we dat gewoon maar zeggen tegen kleine kinderen. Van oh kom maar en geef maar een high five. Dan is de pijn zo weg. En dan high five en denkt dat kind ja wat leuk. Dus ah het is weg. Nee het is er nog steeds. Maar je wordt gewoon misleid. Anyways. Druk de knop aan. Ik zei drukte. Dames en heren, doe alles heel erg rustig in het leven, want dan schiet je veel meer op. Kijk. Nu is hij aan. Komt hier wat leuks aan? Dit wordt een beat. Ah. Let op. Ah, ah. Zoiets van, wat ben je aan het doen? Maar als ik dit later edit, dan denk ik pas, jeetje, wat was ik weer raar bezig, echt. Iedereen heeft zo zijn rare momentjes, toch? 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 Dit kennen jullie vast wel. Oh? Zojuist klaar met een opname. En ik ging heel even bij D kijken, want die was heel even wakker geworden. En ik kom terug en ik hoor in één keer allemaal rare geluiden. Ik heb hem op mute staan trouwens. Ah, oh, dit is Wouter. Heel veel mensen doen dat. Als ze even aan het skypen zijn en iemand is weg, dan ga je allemaal rare geluid maken. What the fuck? Nou, dit doe ik nooit hoor. Oké, let op. Wouter. Ja? What the fuck ben je aan het doen? Ik ben dat ene nummer van 1970 aan het zingen. 1970? Ja, zoiets weet ik wel. Zullen we weer gaan opnemen? Yes, I'm ready, bro. Oké, okay, je ziet dit later wel terug in de vlog, ja? Oh, fuck you. Deetje heeft fanart voor mij gemaakt. Echt super cute. Omdat ik aan het opnemen ben, verveelt ze zich een beetje. Dus ging ze maar dit doen. Welke van de drie vinden jullie het leukst? Typ dan in de comments, als je deze het leuk vindt, links. Als je deze het leukst vindt, midden. En als je deze het leukst vindt, rechts. Ik ben heel erg benieuwd. Oh my god, it's alive! It came from her bed and now she is here alive cooking for me. Ik wilde eigenlijk voor D koken, maar ze vertrouwt mijn cooking skills niet, dus ze heeft het overgenomen. Ik begon al verkeerd. Anyways, hier ben ik wel goed voor. Deze pot moet opengemaakt worden. En check deze... knophouwer. Normaal gesproken doe je dit zo, maar ik... Pas op, straks heb je allemaal boonsap overheen. Jij doet het ook gewoon normaal. En zo. Is hij los? Draait hij wel? Nee. Nee, ik heb wel het gevoel dat hij draait. Nee, hij draait niet. Oh, dat doet zo pijn. Ja, doe maar normaal, want hij moet snel. Schat, dit gaat niet goed komen. Nee, want ik heb dat sap nodig. En zo, ik heb dat sap nodig. Doe het nou normaal. Ja, kijk, dat wist ik. Met mijn buik. Pleur het in die pan. Met mijn buik. Doe het erin. Ik heb met mijn buik dit opengemaakt. Ja, kom. Dat is echt op de rand. Nee. Ja, waar dan? Hier. Oh, 1, 2. Hopsakee, alsjeblieft. Oh my god. Oh mijn god, nee. Het komt allemaal bij mijn pioneltje.
geen bonenpiemel van. Dan kunnen we die ook bakken. Oh nee. Nee, niet alweer. Epic. 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 Deetje is maar naar bed gegaan, want ze voelt zich nog steeds een beetje dus dat begrijp ik heel erg goed. Ik heb zojuist de Minecraft aflevering opgenomen en ik ga lekker bij Deetje in bed kruipen. We gaan gewoon even een filmpje kijken of zo. En dan hopelijk wordt ze morgen wakker en dan heeft ze zoiets van... Oh, de wereld is mooi, ik voel me zo goed, ik heb er zin in, yeah! Anyways, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof, doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.